kijkt naar een nieuwe video. Ik heb vandaag een Lush unboxing. De sale is namelijk eind december was die weer begonnen. Ik heb mijn bestelling geplaatst. Een dag later had ik hem al binnen. Maar ik heb niet eerder de tijd gehad om dit te filmen. Dus ik kan niet wachten om dit grote pakket uit te gaan pakken. Er zit helemaal niet zoveel in hoor. Maar ik dacht het was wel leuk om dat samen te doen. Met dit cadeausetje Lush Delight. Normaal is het €25. Ik heb hem voor €12,50 gekocht. Al deze producten waren met 50% korting. En op het moment dat ik dit film is er nog steeds een klein beetje sale te kopen op Lush.nl en Lush.de. Duitsland verzendt ook naar Nederland. Alleen er is niet heel veel keuze meer. Dus mocht je iets willen zou ik er wel even snel naar kijken. Deze gaan we samen even openmaken. In de lijst zitten drie producten. Namelijk Plumpuff Shower Gel 100 gram. 45 gram Lime Bounty Body Butter. En die ruikt, even kijken, precies zoals de beschrijving, als een feestje. Ik zal even kijken. Dus er liggen korreltjes los. Het ziet er zo uit. 50 gram Orange Shower Scrub. Kijken of die net zo lekker ruikt. Heerlijk. Lush ruikt altijd zo lekker. Als ik de winkels van Lush inloop, is er ook altijd één geurexplosie. Mijn vriend is 1 of 2 keer mee geweest. Hij vond het verschrikkelijk, maar ik hou ervan. Dan heb ik nog een klein flesje Fairy Dust. Dit is de Dusting Powder en het is 70 gram het flesje. En dit ruikt gewoon als Snow Fairy. Je kan dit zeg maar op je lichaam aanbrengen. Als een soort poeder. Ja, het is een poeder. En dat geeft dan heel subtiel een mooie shimmer of glans. Als ik het goed heb onthouden. Ik heb dit eerder gekocht. En natuurlijk de geur van Snow. Flesje €12 en nu was die €6. Nog een klein flesje Jolly Shower Gel van 100 gram. En er staat op, ga voor een Holly Jolly douche met warm kaneel, stimulerende kruidnagel en een opwekkend sinaasappelsap. Klinkt heerlijk. Normaal is dit flesje €7,50 en nu was hij €3,75. De aanstichter van mijn bestelling, namelijk Snow Fairy Shower Gel. Ik koop dit elk jaar, het liefst in de sale. Ik betaal er ook de volle prijs voor, vind ik ook niet erg, maar het liefst in de sale natuurlijk. En dit is zo'n zoete douche gel. Echt gewoon... Net omdat je met snoepjes staat te douchen, heerlijk. Kijken. Oh, ik hou hiervan. Ik kan hier echt heel erg blijven worden. Dit is een flesje van 275 gram. Ik wilde eigenlijk die van een liter. Maar die was er niet meer. Die van 500 was er ook niet meer. Dus dan maar met deze akkoord gegaan. Ik heb nog een flesje staan. Dus ik kom de komende maanden sowieso wel door. Dus deze fles €14. En ik heb hem nu voor 7. Nog een douche uit de kerstcollectie. Dit is Lord of Misrule. En dit is een 100 gram flesje. Staat op, dompel jezelf onder in het groene brouwsel van pittige peper en kruidige patchouli. Terwijl carrageen, zeewier je huid verzacht. Een feest voor al je zintuigen. Ja, ze hebben geen bad, maar gelukkig heeft Lush ook showerbombs, heet het volgens mij. En dit is Silver Bells. Nog een showerbomb. En als je zo kijkt, zul je misschien al weten wat het is. Dit is Rudolph's Nose. En deze kost normaal €3,50 en was nu voor €1,75. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, zitten nou ook lekker onder de glitter. Ik koop tijdens een shop wel eens producten die ik eigenlijk nooit gebruik of niet nodig heb. Of waar ik dan toch zo'n online zwakte voor heb. En dat is deze Snow Fairy zeep. Ik gebruik namelijk nooit stukken zeep, maar altijd vloeibaar. Maar ja, deze kon ik niet laten liggen. Ik hou natuurlijk van de geur van Snow Fairy. Oh, ik kan hier dus de hele dag gaan lopen sniffen. Maar ik vind het ook heel erg mooi. En ik heb een zwakte ook voor sterren. Voor sterrenprintjes, sterrenfiguurtjes en alles. Mijn dochter heet ook zo. Dus ja, dat zal daar wat mee te maken hebben. Dus ik zag online het stuk zeep en ik dacht gelijk, die gaat in het winkelmandje. Dit is een stuk zeep van 100 gram. En hij kost normaal €6,50. En nou €3,25. Dan weer het laatste product. Dat is de Galaxy Lip Scrub. En het ziet er zo uit. Lekker blauw. Het product is voor mijn dochter. Zij gebruikt altijd graag de lipscrubs van Lush. Normaal zijn ze rond de €10. En deze was nu €4,50. Dus ik dacht, ik neem gelijk een potje mee. Ze heeft er nog één staan. Maar dan heeft ze een voorraadje. Hier makkelijk vanaf. Dan doe je deze dingen in je gootsteen. En je doet het warm water. Volgens mij koud water kan niet. Warm water erover laten stromen. En ze lost op. Dit waren alweer mijn Lush sale aankopen. Ik ga de producten even in de badkamer zetten en veilig opbergen, vooral die naked. Kijk naar deze video. Vergeet je niet om hieronder gratis te abonneren en een duimpje omhoog te doen. En ik zie jullie graag de volgende video. Doeg allemaal!